andere drummers, iets wat hij al heel lang wilde. De drummers die kwamen uit het buitenland, uit het binnenland, jong, oud, allerlei soorten bij elkaar. Om een compositie te spelen waar hij 26 jaar aan heeft gewerkt. Dus je moet je voorstellen dat het voor hem ook een emotioneel moment is. Nou ja, 2000 drummers bij elkaar, dat klinkt dan ongeveer zo. Cesar, hoe is het hier met je? Wat? Wat zeg je? Ja, dat was fantastisch. Echt te gek. Ik had wel een hoop ervan verwacht, anders dan begin je er niet aan, maar dit overtrof alle verwachtingen. Je werd zelfs emotioneel, zag ik. Ja, probeer het maar eens binnen te houden, weet je wel. Hoe de mensen waren en hoe ze met elkaar zijn als ze hier samen spelen. Dat is echt een grote vriendenkring. Het is een officiële recordpoging, hè? Het is een poging, ja. Ik weet, we gaan dat de stemmen tellen. Maar het is niet om het record, het was gewoon om het feest. Iemand zei over 25 jaar weer, hè? Maar dan 4000. Ik dacht, nou, dan ben ik ten eerste 95. Dus ik denk niet dat ik het dan nog zie en hoor. Ik ga lekker eten, denk ik, en een dusje doen. Het zal even genoeg zijn. Dankjewel. Ja, ik snap wel dat je daar...